Doe nou, Mien. Kom nou, Mien. Mien. Doe nou. Mien, kom nou. Rustig nou, Mien. Kalman nou. Mien. Maar trek het je niet aan. Mien, ik ben toch bij je. Mien. Zeg, Mien. Je kan toch nieuwe bakken? Mien. En je weet toch wat we samen hadden afgesproken, Mien? Dat weet je toch? Uithuilen en opnieuw beginnen. Snikkend aan de voet van vader Tijn. Uithuilen en opnieuw beginnen. We zitten weer zo woordenvol met spijt. Van de cocktail tot de planta zijn we allemaal spijt op tanta. Van Milord tot aan de zuiden staan we allemaal te huilen. Dus uithuilen en opnieuw beginnen. Vergeven en vergeten is zo fijn. Wat zullen we morgen mooi van binnen zijn. Daar zitten wij weer met het jaar alleen. Met z'n allen in de kamer om de mijlpaal heen. Van ja, 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 en waar blijft de tijd? Helemaal opgeslokt door de Maasbode. Voor de aardigheid, opeens zijn we mild, we verdragen elkaar. We staan tot ons middel in het oude jaar. We pimpelen de punch met bekers. De zenders zitten allemaal vol sprekers. Bereid tot herdenken met een brok in de keel. De kat zit aan de zalm, 12 uur zegt hem niet veel. En de een roept blij, de 9 is gered. En de ander barst in tranen uit bij het woordje kabinet. Uithuilen en opnieuw beginnen, snikkend aan de voet van vader Tijd. Uithuilen en opnieuw beginnen, we zitten weer zo boordevol met spijt. Van Bruinslot tot My Fair Lady, spelen we allemaal komedie. Allemaal krokodillen tranen, maar alleen de varen hanen kraaien uit. En opnieuw beginnen, vergeven en vergeten is zo fijn. Wat zullen we morgen mooi van binnen zijn? Wat zullen we morgen mooi van binnen zijn? Wat zullen we morgen mooi van binnen zijn? Zo mensen, gezellig, gezellig dat we met elkaar over de zee en hier aan de kant van de zee, dat we aan de rand van het stille strand met elkaar, pootje baaiend in de mensenzee, nou eindelijk weer eens oude jaar kunnen vieren met elkaar. Dat vind ik fijn. Hè? Listeners over the sea, een stukje in het Engels doen ook. Listeners over the sea, can you hear me? Ja. Voor niks, dus zal wel goed wijzen. Gezellig wens ik, hou van oude jaren. Dat is de avond van het klokgeweer, van het scheepsgefluit en van de ernstige toespraken. En als ze straks komen, mag we niet in de lach schieten, denk erom, hoor. Nee, dat is zo vervelend. We hebben afgesproken zo'n avond, dan zullen we ernstig blijven. Dat hebben we afgesproken. Dus als er een man komt, zoiets van, luisteraars, weer is een jaar ten einde, dan niet hier. Ja, zo nee. Gewoon zeggen, ja, ja, heeft gelijk, gewoon. Mensen, we maken er een gezellige avond van. We moeten eens even denken hoe op het ogenblik overal op de hele wereld oud en nieuw wordt gevierd, hè? Overal. Bij de VVD vieren ze alleen oud, maar dat is niet erg, hoor. En op het ogenblik in Cuba, denken we aan in Cuba, hoor. Dan wordt het gevierd op het ogenblik. Dan bakken ze nou de bollen in genaaste olie. Kun je maar nagaan. En in Goes, hebben we er wel eens aan gedacht? Ik denk, op het ogenblik vieren ze in Goes misschien ook het jaar. Hè? Op het gemeentehuis. Ja. Alle gemeenteambtenaren, oliebolletje, dat mag er best in. Al die narigheid. Ja. En dan kunnen ze gewoon, dat kunnen ze onderbrengen onder de post. Smering, gemeentemateriaal. Mensen, we maken er een gezellige avond van, hè? We zetten de televisie af en de radio af. Oh nee, dat kan niet zijn. De radio zetten we niet af. Wat is dat nou? Die moet je handen over. Ik ga ook lekker zitten luisteren naar mijn eigen.
En we zetten de bel af, want als er gebeld wordt, is het altijd maar vervelend. Als er iemand binnenkomt, als er gebeld wordt, is het nooit eens Mies Bouwman of zo, nooit eens gezellig. Toch Mies of zo, dat is nooit. Wel, nee. Ja, Mies is gek. Kom nou, als er gebeld wordt, is het misschien Jonkheer Roel. En als die gaat uitleggen waarom die gelijk heeft, is je hele avond bedorven. Ja. We zijn 2 minuten bezig en dan gaat hij bij de AVRO al af. Dat is ook vervelend, hè? Zet dat ding af, roep ze de AVRO. Alleen de vrienden van de AVRO, die blijven uitluisteren. Jongens, een gezellige avond. Het is altijd een bijzondere avond, hè? Oh ja? Dat is straks een bijzondere avond. We mogen nog niet gaan eten, hè? Wat eten? Niks kraken met de papiertjes. Wat er niks... Nee, het is nog te vroeg om te gaan eten. Het is op het ogenblik, het is net over 9. Komt geen enten zo'n avond, heb je dat gemerkt? Even over 9 en mensen nog niks openbreken, hoor. Staat op geen CAO, mag er nog niks. Nee, mensen, we blijven gezellig bij elkaar zitten. Hè, en we gaan eens even lekker uitpraten. Het is een hele tijd geleden dat we elkaar eens even rustig hebben gesproken. Wanneer was het de laatste keer? We elkaar echt eens even een verstandig woord hebben kunnen wisselen. Maar dat was het voor 2 jaar geleden, geloof ik, was het niet? En we eindelijk eens rustig kunnen praten, even, hè? Ja, bed over oude jaar was het. Ja, ik weet het precies. Je vervriend gauw van elkaar, hoor. Soms word ik midden in de nacht wakker en dan denk ik aan u. Mag rustig weten, hoor. Ja, dan denk ik, lieve mensen, wat liggen we nou weer te vervreemden? Dan denk ik dan, hoor. Mensen, de laatste keer is 2 jaar tussen, dat was 58, geloof ik. Oude jaar 58, of is het niet zo? Ik geloof, ja, zie je wel, daar heb je het al, ja. Weet het al. Ja, het is dus zo, mensen, daar hebben we nog een hele keet achteraf gehad met dat onafhankelijk dagblad. Heb ik dit ook verteld? Oh, mensen, een hele toestand geweest. Er was toen een onafhankelijk dagblad, want dat is weet geen mens. Nou ja, dat is een dagblad dat niet wil weten van wie het afhankelijk is. Zo is het eigenlijk. Dat moet je horen, zeg. En die hadden een militaire medewerker, want dat is weet ook niemand, hè. Dat is een man die militair niet tegenwerkt. Dat is al heel wat voor Nederland. Ja, wacht nou eens, hè. Gewoon even, moet je even horen. En die man heeft anderhalve kolom toegeschreven 2 jaar geleden over de uitzending van oude jaar. Die speelde Moskou in de kaart. Ja, wat ze hadden in het Kremlin zitten luisteren, daar had ik niet aan gedacht natuurlijk. Nee, mensen, wie zou er nou aan denken? Ik denk, ze mogen in het Kremlin helemaal niet luisteren naar de radio. Ze mogen dan niet luisteren naar de AVRO, de KRO, de NCRV, de VPRO, maar ik had niet meer aan de VARA gedacht. Nou, kom dan. Bij de VARA kunnen ze er altijd onderuit. Als ze zeggen van ik heb naar de VARA geluisterd en ze zeggen dat had hij gemogen, dan kunnen ze toch altijd zeggen ik dacht dat hij rood was. Sommige mensen hebben wel eens iets van dat de programma's van de VARA minder zouden zijn. Ik sta altijd op de bres van de VARA. Na 35 jaar VARA sta ik nog steeds op diezelfde bres. Dan mag u rustig weten. Weet u wat ik altijd zeg? Ik zeg altijd, als de programma's van de VARA minder zouden zijn dan die van de andere zuilen, dan mogen we 1 ding niet vergeten, mensen. Het zijn de Verenigde Arbeiders Radio Amateurs. Mogen wij nooit vergeten, mensen. Mogen wij nooit vergeten. Het zijn en blijven amateurs. Het zijn geen beroepsgrappenmakers zoals de NCRV. En toch mag ik hem, hè. Die hele NCRV die heeft toch ook een aparte sfeer om zich heen, hoor. Als ze hem nou niet afzetten, kunnen ze dit nog even horen. Blijf er nou nog even bij. Ja, mensen, die roosje, die mag ik graag, hè. Dat vind ik een zuil van een roos. Dat mag je eerlijk weten. Ja, dat mag je nou wel eens zeggen. Hier en daar zeggen ze wel eens, dan mag eens een doorentje aan zitten. Maar die roosje van die NCRV, die weet wat wie wil. En dat wij wat anders willen, daar gaat het nou niet om. Als zo'n man zegt, zoals 2 jaar geleden, van geen vledermaus, dan komt er geen muisje door zijn scherm. Geloof maar geluk. Ik vind het mooi, hoor. Je moet maar eens vragen aan Roosje of die morgen aan de dag die bruiloft weer opvoert. Morgen, ja. Ik hoor dat het niet door zou gaan dit jaar, want Floris is van de PvdA geworden. Nou ja, dat gaat niet door. Ik kwam nog altijd zo graag over huis, mocht dat ik graag horen. Ik vond het heerlijk, hè. De hele sfeer bij de NCRV vind ik gezellig. Als je in die gebouwen komt en zo, een beetje, ik weet niet, hoor je ineens, in die NCRV-gebouwen hoor je heel dikwijls, au, au. Plotseling hoor je ineens, au, au. Zijn de luisteraars die zich ergens aan stoten. Zo, mensen, zo staat dan op het ogenblik 1961 staat voor de deur. Ik denk, hé, wie staat daar dan voor de deur? 1961, en dan moeten we maar afwachten wat het gaat worden. Wordt voor de VARA ook weer een mooi jaar. Gaan we jubileren, we bestaan al 36 jaar. Ja hoor, we gaan er weer wat voor maken, heb ik al afgesproken hoor. We gaan weer zoiets doen als de draaikrossen. Ja, ja. Ja, 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 mensen, kosten nog moeite, nog kijkers gespaard. Ja, ja.
Ja, mensen, toch is het gezellig, hè? 1969, 1961, wat is het ook weer? Wat krijgen we nou? Nou, 1960, 1969. Nee, 61 eerst nog, hè? Een paar jaar ertussen, dan krijg je 69. Even nog een minuut. Ja, we krijgen dat allemaal tussen. Oh, ik vind het heerlijk, mensen, als je het zo ziet. He? Straks, morgen, he? Over een paar uur, dan is het oudjaar. En dan hoor je het weer. Dan hoor je de 12 kolfschoten over Den Haag daveren. En hoor je. En in Rotterdam om 12 uur, dan rijdt de stoom van Wolsum weer over Rotterdam. Als Van Hal zijn hoed maar ophoudt, jongens, anders zijn we morgen allemaal verkouden. Dat is vervelend. En ik hou niet eens van die schrille tegenstellingen van Amsterdam tegen Rotterdam. Vind ik niet prettig, hoor. Ze hebben nou in Rotterdam ook weer gezegd, nou hebben ze weer 3 dagen eerder Sinterklaas gehad in Rotterdam. Dat vind ik niet leuk. En Amsterdam was heel verdrietig daarover. Dat vond ik jammer. Ik heb gezegd, jongens in Amsterdam, je hoeft je daar niet verdrietig over te maken. Jullie hebben helemaal geen Sinterklaas nodig. We hebben de Amsterdamse bank. Kom nou. €6 miljoen is wel veel geld anders. Maar weet u wat er fijn is? Ze missen het niet. En dat is fijn altijd. Wat zullen ze spijt hebben gehad dat ze al dat geld hebben uitgeleend aan de NV Socrates. En dat de NV Diogenes nooit krediet heeft gevraagd. Ja, dan waren ze maar een ton kwijt geweest. Nederland is een heerlijk land. Nederland is een fijn land. Mensen, juist op de drempel van het nieuwe en het oude jaar moeten we dat weer eens even bedenken. We zijn een gezond land, mensen. Het is een mooi land. Soms denk ik wel eens, Nederland is geen land. Weet u dat? Soms denk ik wel eens, wij zijn meer een reservaat. Ja, soms denk ik wel eens, als er een hek om ons heen zou staan, bleef alles bij het oude. En er staat geen hek omheen en toch blijft alles bij het oude. Als je zo diep in een vreemde zou zijn en je zou horen, dat is revolutie uitgebroken in Nederland, zou je het geloven? Het gepeupel op de barricade? We hebben geen gepeupel, we hebben dames en heren op trottoir. Die echte opstandige figuren, zoals Cuba's agent, zo Fidel Castro met al dat haar eruit, dat hebben we weer. We hebben bruin slot, daar komt niks uit. Als je nou diep in een vreemde zou zijn en je zou zoiets horen van de regering in Nederland omvergeworpen door de revolutionairen, zou je dat geloven? Als onze regering omtuimelt, dan komt het door de antirevolutionairen. Nou ja, ik vind het helemaal niet erg dat het gebeurt, hoor. Ik vind het ook niet erg dat ze weggaan, maar waarom dat nou uitgerekend altijd voor oudejaar moet, dat willen we niet. Het wordt een oud-Hollands spreekwoord, weet u dat wel? Het wordt zoiets van, als de kerstbomen staan, vallen de kabinetten. En ik vind het jammer dat ze weggaan, mensen. Ik vind het jammer, we hadden juist een fijne regering. Die vorige regering vond ik ook heel goed, hoor. Daar heb ik ook nooit kritiek op gehad, dat weet je ook wel. Maar, kijk, Jan de Kwaai, dat vond ik meer een feestfiguur, begrijp je wel? Ik dacht wel eens nog één zo'n cocktailpaard en we waren van heel Nieuw-Guinea afgereisd, zo denk ik. Mensen, liever halen we nou zo gaan we weer een andere professor vandaan. Ja, de Guy Fortman is er natuurlijk. Die moet proberen er nog wat van te maken. Maar als die weggaat, dan krijg je misschien een ander. Krijg je misschien Beel weer, professor Beel weer terug. Vind ik net een soort film die elk ogenblik weer terugkeert. Op veelvuldig verzoek nog slechts korte tijd. Professor Beel in zijn glansrol. Professor Beel in zijn glansrol van Nooit op Zondag. Weet u wel, zo. En wie wil dus ook zeggen, mensen, misschien krijg je oud weer terug, dat weet je ook niet. Toch geloof ik niet. Gelooft u dat oud in de regering zou willen? Geloof ik niet. Nee, dan kan hij niet meer zeggen hoe het had gemoeten. Mensen, laten we een één ding zeker weten. Ik reken op september. Niet eerder. September hebben we misschien een nieuw kabinet. 9 maanden, dat is de tijd die ervoor staat. En alles in Nederland gaat altijd rustig, hè? Dat vind ik zo heerlijk als je merkt. Nooit of zo. Zullen nou mensen op straat rennen en roepen, aan de galler met de kwaai of zo? Dat hoor je niet roepen. Wel, nee, mensen. Trouwens, hij zou direct kunnen zeggen, ik heb niks gedaan. Nou gaat hij bij de KRO af. Komen steeds meer onder elkaar. Ja, ik zag Burger nog lopen, zeg, met rood omrande ogen. Ja hoor, van het verdriet. Je vond het verschrikkelijk dat het gebeurd was. Heeft direct een telegram gestuurd naar de regering de Kwaaiburger. Ja, ja. Met hartelijke deelneming aan een rood kabinet. Beetje moeilijk, maar als je doordenkt is het aardig.
Tot ziens voor de kwaai. Ik mocht er wel eens zo graag voor het een van onze sympathiekste kabinetjes. Dat is waar, hoor. Ja, mocht hem gaan. Leuk, hè? Ik vond hem altijd een aardig gezicht hebben en zo. En ik kon zo gezellig zo'n slokje en een hapje en zo. Dat gun ik hem graag. En is het afgelopen terug naar de Brabantse koffietafel. Dat is nou weer... En wie krijg je nou, mensen? We gaan... Eigenaardig, we zijn begonnen met die moeilijkheden met die Van den Berg. En we gaan ermee weer uit ook. Jazeker, diezelfde Van den Berg waar nou op het slot van het jaar al die ellende mee is geweest. Diezelfde Van den Berg is destijds bij het begin van dit kabinet minister van Defensie geweest. Een blauwe maandag met rode opdruk. Ja, ja. Jazeker, jazeker. Ik zag hem gisteren nog lopen met zijn vriend Jurgens. Nou, mijn handen jeukte nog. En misschien, wie zal het ook zeggen, mensen, misschien, het is ook best mogelijk, heeft Unilever hetzelfde devies als Tollens overwintering op Nova Zembla. Men rekent de uitslag niet. Ah, Van den Berg is uit zichzelf weggegaan. Hij was toen in het begin al niet zo prettig. Van den Berg, en nu schijnt hij zich ook niet zo prettig te voelen. Hij heeft een beetje opgezet, die Unilever, ik weet niet precies wat het is, hoor. Mensen, we zitten allemaal te lachen om hetzelfde. Gek is dat, hè? En dat is gewoon omdat zo'n groot concern een keer in zijn ondergoed staat. Dat vinden we met elkaar allemaal mooi. Schadenfreude blijft die schönste Freude. Schadevergoeding blijft de mooiste vergoeding. Zo is het. En dan gaan ze allemaal naar huis, mensen. Ik moet er niet aan denken. En ik mocht er net zo graag een van de beste ministers van Defensie, die we de laatste jaren hebben gehad, hoor. Hebben op het ogenblik, nou zegt dat nog niks. Ja, we hebben op het ogenblik Visser, neem me niet kwalijk. Die is heel goed aan Defensie. Ja, heel goed voor Defensie. Die heeft landbouw gestudeerd in Wageningen, dus je kan wel nagaan. Ja, mij zegt er niks, hoor. Een vriend van mij heeft de militaire academie in Breda afgelopen. Dan moet je nou eens kijken hoe zijn tuintje erbij staat. Zo! En juist in deze dagen, mensen, wat merk je het weer en wat voel je het weer, dat we zo'n rustig land zijn. Hè? We zijn een rustig land, er gebeurt hier eigenlijk niks. Hè? We zijn een land vol sympathieke bemoeials, dat zeg ik altijd. Hè? Als wij moeilijkheden hebben, dan slaan we elkaar de koppen niet af. Nee, nee, we stellen vragen in het parlement. Freule Wittewaal vraagt de hele dag naar de bekende stoetweg. Weet u wel dat Nederland het enige land in de hele wereld is waar de minderheid de meerderheid tot iets weet te dwingen wat die minderheid zelf ook niet wil? Weet u dat wel? En weet u wat ook fijn is, mensen? We hebben geen dictators. We hebben geen dictators en we zullen ze ook nooit krijgen. Onze huizen zijn er niet op gebouwd. De balkons zitten aan de achterkant en er gaat er niet. Heb je ooit een dictator meegemaakt die de menigte toesprak in het tuintje? Heb je nog nooit meegemaakt. Ga eens voor de aardigheid naar het binnenhof. Nou ja, daar is de aardigheid nog af. Maar ga toch nou eens naartoe. Mensen, ik kwam er zo dikwijls, mocht het altijd graag zien. Oh, dat binnenhof vond ik altijd zo heerlijk. Dan zag je toch zo'n pees in het torentje zitten. Soms tussen 12 en 2 hing hier een eentje uit. Hè? Nou ja, niet zo ver. Het is geen waaghals, maar eentje. Mocht altijd graag. En laatst was hier niets, hè. Toen was hij naar Nieuw-Guinea, weet je wel. Ja, was in Nieuw-Guinea, hele mooie tijd gehad. Heeft er ook leuk van verteld, boeiend van verteld op de televisie. Hij had daar vooraanstaande Papoea's, had hij daar gesproken. Vooraanstaande Papoea's, had hij daar gesproken. Heb je wel eens gemeen? Als ze heen gaan, hebben ze over de Papoea's en terug over de Papoea's. Gek is dat, hè? Dat zit in het retourbiljet. Heel eigenaardig. Hij had daar gesproken met vooraanstaande Papoea's. Ik denk al, hoe kind dat nou? En ja, hij was geland ergens op een groot vliegveld en er waren duizenden Papoea's. En er stonden er een paar van vooraan en die had hij toen gesproken. Hè? En dat was zo'n leuke stemming geweest. Hè? Oh, dat was een leuke stemming geweest. Hè? Er was geen anti-Nederlands woord gevallen. Nee, dat sparen ze op tot de bevrijdingsdag. Oh mensen, als ik dat zo zie en ik kom er op die vijverberg, hè, en ik zie bijvoorbeeld daar in die vijver van die vijverberg, zie ik dat eilandje, dat vind ik zo mooi, hè. Dat stelt mij gerust. Dan denk ik, Nederland zal altijd Nederland blijven. Gek is dat, hè? Dan zie ik dat eilandje, dan denk ik, Indonesië zijn we kwijt en Antillen krijgen we niet meer terug, maar dat eilandje houden wij. En als we niks meer hebben, zetten we lunch in het midden, dat is mooi. Want wij moeten langzamerhand eens iets voor lunch gaan doen, want die man raakt overwerkend op zo'n manier, hoor. Ja, ja, wij realiseren dat niet. Wij denken nooit eens aan een ander, maar wij geven hem maar weg. En wij geven hem maar weg, de hele boel. En die man heeft buitenlandse zaken en dan willen we morgen Nieuw-Guinea nog cadeau geven. Op zo'n manier raakt die man overwerkt. Op zo'n manier krijgt hij zich steeds meer buitenland bij. Dat kan je toch nagaan?
Wij denken niet door, wij kijken niet door. Nou ja, het geeft ook niet, mensen. Ik vind het verschrikkelijk, hoor, dat ze nou ineens allemaal met kerstmis op de keien staan. Ik vind het verschrikkelijk, hoor. Beerman, ik mocht Beerman graag. Weet u wat ik altijd zei als ik Beerman zag lopen? Beerman, lekker man. Zijlstra, ik zal hem missen, hoor. Had zo'n prachtige aanslag. Dat is een stuk voor stuk missen, mensen. En als ik dan denk hoe ze nou ineens op oudejaarsavond allemaal buiten staan met kerstmis op de keien. Nou, ik vind het een soort verhaal uit de damesbladen, weet u wel. Zoiets van Jan trok de deur achter zich dicht met de slag. De mannen stonden plotseling op de stoep. Buiten lag de sneeuw. Huizen hoog. 5000 huizen hoog. Het vroor dat het kraakte. In de AR. Ongelovig mompelden de mannen voor zich heen. De kwaai Fortman. Kwaai Fortman. De kwaai Fortman. Even scheen het of Van Aartsen aarzelde op de drempel. In de verte luiden de klokken reeds. Oud, nieuw, oud, nieuw, oud, oud, oud. Het land hield de adem in. Was de deur nu dicht voor goed? Ja en nee. De slip van Jans jas zat ertussen. Wordt vervolgd. Mensen, we kunnen erom lachen, maar als je Luns had zien weggaan van Schiphol, dan had je niet meer gelachen. Ik ben erbij geweest, mensen. Hij stond daar ineens. Hij heeft nog iets gezegd van een interne kwestie waar hij als buitenlandse zakenman geheel buiten stond. Toen ging hij naar de Canarische eilanden kijken wat hij daar weer voor ons kon doen.